In het stormachtige landschap van Married at First Sight heeft Eveline Stallaert, de geliefde maar nu zwaar bekritiseerde expert, de volle laag gekregen. Dit seizoen werd niet alleen het matchmakingproces onder vuur genomen, maar ook de geloofwaardigheid van de experts zelf, en dat bleek te veel voor Stallaert. De kritiek hield niet op en het werd zo intens dat het haar zelfs op een opname in het ziekenhuis kwam te staan. Voor Eveline was de kritiek niet zomaar een bijzaak. Het commentaar bleef aanhouden en bouwde zich op tot het haar fysieke gezondheid aantastte. Het was de extra druppel die de emmer deed overlopen, vertelt Eveline aan Party. Uiteindelijk bezweek ze aan een longontsteking en belandde in het ziekenhuis, een stap die haar deed beseffen hoe zwaar deze last op haar schouders drukte. Het was een heel heftige, intense periode, voegt ze toe, en haar frustratie over het onrecht dat ze voelt is duidelijk merkbaar. De kritiek op Married at First Sight heeft volgens Eveline de verkeerde focus gekregen. Terwijl kijkers speculeren dat het programma in scène zou zijn gezet en de matches, nep, zouden zijn, blijft Eveline erbij dat alles volledig echt is. Er ontstond een soort tendens dat het allemaal nep zou zijn, zegt ze met een verbeten toon. Voor haar is dit een persoonlijke aanval op haar deskundigheid. Absoluut niet, benadrukt ze, want ik heb een praktijk en een reputatie omhoog te houden. Als ik niet meer betrouwbaar zou kunnen zijn, zou ik direct stoppen. Hoewel de kritiek en het ziekenhuisbezoek haar zwaar hebben geraakt, heeft Eveline nooit overwogen om Married at First Sight definitief de rug toe te keren. Geen seconde, zegt ze resoluut. Voor Eveline gaat het niet alleen om de show, maar ook om het werk dat zij en haar collega's doen om de kandidaten aan liefde en geluk te helpen. Ze blijft overtuigd van de waarde van het programma en gelooft dat ze iets heel moois neerzet, ongeacht de kritiek. Met Evelines vastberaden houding blijft ze een steunpilaar voor Married at First Sight, al blijft de vraag of de kritiek ooit zal verstommen.